komen we. Ogen dicht. Oké. Ogen dicht. Ogen dicht. Nog steeds? Open! Voor moederdag mama een kus geven. Wat mooi, schat. Hoeveel zijn het er? 20. Ja, goed onthouden. Goed zo, wat lief. En omdat je zo'n top mama bent, krijg je van mij ook. Wat lief. Of mag jij die eigenlijk aan mama geven? Je vindt mama mooi, pionrozen. Wauw, dat zijn mama's lievelingsbloemen, zie je dat? Ja, mooi hè? Maar vond je het leuk, onze verrassing? Heel leuk. Dit jaar dachten we pakken even uit. En ik wist het ook echt niet dat jullie bloemetjes waren gaan halen. En jullie bleven zo lang weg. Ja, ik zei, het is lekker weer en mijn neefje logeerde bij ons taken. Ja. Het is hier zo leuk. Dus ik zei, tegen die jongens, want toen liepen we net terug van de kraan. En ik had een klein briefje erbij geschreven. Ja. I love you, mama. Lief, lief. Ja, het is toch wel leuk. Ik vind moederdag eigenlijk toch best wel leuk. Ja, we gaan dit jaar wel eten als we 6 jaar getrouwd. Hoe lang zijn we nu getrouwd? Dat is mooi, hè? Dat is een vrouw. Ik weet het beter. 7 jaar getrouwd. Echt waar? Ja. Ik ben nooit zo. Wij zijn 7 jaar getrouwd. Nee, dat vind ik eigenlijk wel fijn. Want dan, ben er niet zo van. Ik ben best wel een warhoofd, dus dan kan ik wel eens dingen vergeten. Maar jij vindt dat nooit erg. Nee. Nou, als een verjaardag... Waarom ben jij bijna. Eigenlijk? Bijna. Dat ik dat al die jaren niet weet. Waarom ben jij eigenlijk? 10 juni, schat, met die jaren. En we gaan eerder naar Parijs, toch? Dus ja. Dan gaan we het daar vieren. En dan gaan we wel Dexje en Semi en Céline, denk ik wel, joh. Ja, en Semi ook. Maar ja, en de laatste keer dat we daar waren, was Céline nog niet, waren we daar met Sam en met Dex. Maar dan moeten we die kleine Céline voor het eerst. Ja, en ze wordt echt groter nu. Ze heeft praatjes. En ze lacht alleen, maar het is wel echt heel lief. Maar ze krijgt ook wel een beter bandje met die boys, vind ik. Ja, heel. En Sam vindt het ook echt leuk. En die zit dan echt met haar te spelen. Ze hebben zo hun momentjes die ze pakken met haar. Dat vind ik wel leuk. En ik moet ook onwijs lachen, want ze is nu haar stem aan het uitproberen. Tot hoever kan ik gaan, zeg maar. Dat wordt pas een echte. Die zegt later tegen mij, pap, wat jij deed was niks. Dit is pas mooi. Ja, lief, hè? Ja, ze is wel... ik vind er wel heel erg bij. En op een gegeven moment was er ook weer, lag ze in een wippertje. Dat vindt ze te gek, nou, dat ding gaat op en neer. Dat is bijna een kermisattractie. En toen was ze heel erg aan het praten. Ja, mega. Nee, toen lag ze boven. Oh, was het boven? Dexie's bed. Mega en echt. Wauw. Zijn Lille even praatjes? Wat zeg je dan? Maar wat bedoel je? Hé. Hey. Hey. Kusje. Kusje? Wat ook te geestig was deze week, dat ik 's ochtends redelijk vroeg wakker werd. Want ik word vaker vroeg wakker. Ja, dat gaat zo hoor. En ik zie naast me een lampje en ik hoor jou een soort van neuriënd. Nou, ik dacht echt, wat ben je aan het doen? Ik droomde dus een carnavalskraak. Dus dan heb ik een deun in mijn hoofd en dan word ik wakker en dan lig ik nog net niet zo in mijn bed. Oh, maar dat heb je ook ooit gehad hoor. Ik heb een potje met vet. Lacht hij naast in een droom. Moet je even voorstellen. Dat hij ineens rechtop gaat zitten. Ik heb een potje. Nou, toen dacht ik, het gaat echt niet goed met je. Maar dan heb ik dat deuntje in mijn hoofd en dan moet ik het opnemen. Want anders kan ik niet meer slapen, want dan gaat dat zich repetitief, gaat het in mijn hoofd zo door. Wat doe je in godsnaam? Jezus. Het was toch veel gekker dat jij dat vloggen was? Het was toevallig dat hij naar mijn bed lag. Nou, doei. En wat ik ook wel ontzettend leuk vond. Dex is zo een ventje die houdt van zulke basale dingen. Je kan hem niet blijer maken sowieso dan
of het nou een hond is, of een kat, of een eendje, dieren. Hij moet gewoon op een grote boerderij wonen. En hij houdt gewoon eendjes voeren. Dat is zijn hoogtepunt van de week. Wat gaan we doen? We gaan zoveel mogelijk eenden verzamelen. Maar wij lachen ons kapot. Want die ene zit er, één Mini Cooper. Dus de hele tijd die ene weg te jagen. Die wil aan al het brood voor zichzelf. Maar waarom noem je die Mini Cooper? Noem je die Mini Cooper? Ja. Leg hem eens in je hand, durf je dat? Ja. En dan je hand eronder leggen. En dan gewoon daar laten. Ah, dat durven ze niet. Hier worden ze gek van. Wij lachen ons helemaal kapot. En dat vindt hij dat dan echt... Dat soort kleine dingetjes zijn eigenlijk het leukste. Ja, dat heeft hij altijd gevonden. Daar kan eigenlijk... geen voetbalwedstrijd tegenop. Zeker wel! Zeker wel! Nee, we gaan samen. Oh, Sammy. Oh, we gaan gewoon naar Ajax samen! Is mijn grote droom. Is mijn grote droom. Je kan me niet blij, bijna janken. Ja! Een soort hysterisch mannenhuis hier. Nee, Testosteron als... gaat echt... Door het plafond? Ja, maar dat is gewoon... Ja, ik ga met mijn zoon, met mijn oudste zoon Sam... naar die finale van de Europa League in Stockholm. Hoe vet is dat, dat je dat met je zoon kan doen? We gaan er met z'n tweetjes naartoe. Ah, dat is toch geweldig? Nee, dat is ook echt leuk. Hè, dus ik snap het ook, dat je dat... Ik ben heel blij dat ik ook niet mee hoef. We gaan naar Ajax en... volgende week wil ik toch wel een klein stukje laten zien hoe dat was. Dat is toch een belevenis. Fantastisch. Oké. Tot volgende week. Bye. Bye.